Welkom iedereen bij mijn Let's Play van Pokémon Yellow. In deze part heb ik allemaal Pokémon getraind. In de vorige part hebben we afscheid moeten nemen van Wario. Helemaal gespijt van. En in dit deel heb ik weer mijn grote vriend bij me. Ja, Harm Hero, je weet. Harm-chan. Mm-hmm. Ik heb allemaal Pokémon getraind op level 20. Want ik heb de tweede gym nog gehaald. Dus alle Pokémon op level 20 was een mooi doel. In de tussentijd hebben wij nou een fucking Gyarados. Jee, beter. Praat over OP. Alsnog heeft die kut moves. Hebben wij een Raticate? Ja, ik zou even het raar vinden, want jullie lieten me zien tot Raticate Watergun kon leren. Nou, Yellow heb ik nog nooit gespeeld, dus als ik het ooit ga spelen, wat misschien eraan zit te komen, het zal eens wel een keer. Let's race. Dan, Let's Race Generations. Ik hoop dat je dit pas ergens in december uploadt, by the way. Dat gebeurt niet, ik ben de volgende maand zaterdag. Maar, zoiets. Ja, daarom, maar lijkt me raar. Ik heb het nog nooit gezien, het is compleet blind voor mij. Dus ja. Ja, en ik deed voornamelijk gewoon, Nuzlocke. Iedereen kon binnenkort doen dan die Nuzlocke. Binnenkort, laten we zeggen, over een vier of vijf maanden. En ja, ik dacht, laat ik maar gewoon mensen helpen door gewoon deze, door Yellow te Nuzlocken. Dan geef ik ook nog tips weg. Mhm. By the way, ik heb deze carry gewoon asset genoemd. Nou, ik wens je succes als je doodgaat. True. Is je let's play over? Nou, dan heb je ook een feestje. Nu laat je mij een part meedoen. Is het gelijk je... En wat, een Spearow? Die heeft toch normaal altijd een Pidgey of een Pidgeotto? Dat is Yellow, hè. En was nog. Nou, ik ben benieuwd. Nee, normaal had ik hier wel Wario voor, maar Wario is nou dood. Jammer. Don't care. Zo, kijk. Dit is lekker Mr. Bison. Hij kan alles aan. Mhm. Nou, alles aan. Alles aan. Alles aan. Punt 1. Hey, gozer, het is een fucking Nidoking. Nidoking is heel sterk, hoor. Mhm. En sowieso. Mijn Dusluxe vind ik altijd leuk, want je gaat altijd gewoon vaak een Raticate gebruiken. Let op mijn woorden. Je gaat een Rattata vangen. Hoezo? Ja, oké, maar dat eerste route Pokémon. Oké. Ja, of het is een Pidgey of het is andere. Maar een Pidgey ziet er gewoon niet zo dorp uit. Maar ja, ik heb al een beetje. Ik heb helemaal uitgelegd. Je kan hier geen Eevee krijgen. Dat vond hij zo jammer. Ja, als ik moet kiezen tussen die Pikachu die verrot is, waar je niks mee kan in de eerste gym. Of wel? Het is grond en rots, wat denk je? Ja, maar je kan er niks mee. Nee. Maar welke. Oh, vandaar dat Rattata Watergun heb. Nee, maar Watergun krijg je pas later. Na de eerste gym. Nee. Ja. Wacht even. Leert die Watergun of is het een TM? TM. What the f... Nee, weet je ook niet dat je fucking Thunderbolt kan leren? Pokémon Logic. Als ik een Rattata heb leer, en ik heb geen Water Pokémon, leer ik ook gewoon fucking Watergun. Oh, je hebt hem al verslagen. Oké. Nu beginnen we een leuk stuk. Kijk, dit vind ik wel cool in deze game. Blauw. Gewoon. Is echt wel cool. Ik ga alleen maar Gauntlet inzetten. Gauntlet is denk ik wel redelijk fijn om te nu het bridge. Gewoon slash. En vandaag... was het, mijn tweede dag voor school en de eerste dag voor Harm. Jee, en laten we zeggen, het was niet leuk. Nee. Deze dag is nooit leuk. Nee. Maar ja, het kan gewoon... Hoe kan die zijn... Wacht, level 21 en Sandslash kan al... Slash? Ja. Welk level leert hij dat? Volgens mij red ik vroeg 17 of zo. Het is op die route voor Mount Moon, hè. Dan kan je Sandshrew vangen, Mankey en Spearow en weer Nidorens. Dus de kans dat je Nidoren krijgt is ook nog redelijk hoog in deze game. Mm-hmm. Dus voor hetzelfde krijg je nog Nidoren male, Nidoren female. Ja, dat klopt. Gaat over broken. Die sprites zien er zo verschrikkelijk uit. Ja, jij vind ik ook de minst leuke sprites na Green. Want kijk, dit is de Pidgey. Komt uit 18-3 zeker, al die sprites. Geen idee. Deze pitchje wel, want ik heb een critical hit. En iedereen female.
Op zich vindt iedereen Fimo wel cool uitzien. Maar lijkt veel op Nidorina. Mhm. Defeated Les. Ja, ik vond het wel cool toen ze eindelijk namen kregen. Ja, ja, inderdaad, ja. Wauw. Ik kan merken dat de school bij ons weer inpakt, want Ham strijkt het over zijn eigen woorden. Ja, het is weer even wennen. Ik moet helemaal inkomen, jongen. Introductie, en dan donderdag mag ik al gelijk in de boeken duiken. Dan heb ik zin in, niet? Mm-hmm. Ik ook niet. Kijk, hier ziet Atkins er nog raar uit. Tenminste, nog een beetje. Nou, het ziet er meer logischer uit, maar ja. Ja, nou, je hebt hem gezien hoe je in Red & Blue eruit ziet, hè? Dan is zo'n pleuris lelijk. Jezus, kan dat alsjeblieft, ga naar level 22 toe. Oh ja, dan evolueert hij op 22, toch? Nee, volgens mij later. Maar ik wil gewoon 22, nee, want hij zit zo lang op 21. Zal ik het voor je opzoeken? Ik ga het gewoon opzoeken. Serbi. Serbi hadden we ook altijd bij ons bij de race. Nee, ik dacht dat Pokédextra is veel leuker. Gen 1, yellow. Ja, de volgende gym wordt zo fucking easy. Sandshrew en een Nidoking. Mhm. Sandshrew. Eindelijk, level 22. 22! Oké. GG. Ja, het is tijd voor een evaluatie in deze aflevering. Tenminste. Nou, er hebben heel veel evaluaties gehad. We hebben Gyarados, hebben nou een Pichotto en hebben nou Raticate en nou een Sandslash. Nice. Ja, evolueert 22. Ik zei het. Uh-huh. Hoe kom je eigenlijk aan de naam Gauntlet? Gauntlet is zijn van zulke handschoenen. Ja, maar waarom schreef je dat als naam aan? Sandslash? Zeg ja. Klauwen. Ah, oké, op die manier. Jij kan tenminste originele namen verzinnen. Ik zou aankomen met Henk de Vries of zoiets. Nee, dat is niet. Nee, echt serieus. Ik weet dat nooit. Oh, dat wordt leuk met een Nuzlocke, jouw namen. Ja, bij mij komen er zulke vage dingen uit. Mijn namen zijn niet aan. Mr. Bison, Leviathan, Muscus, Consteller, Punkster. Mhm. Like, favorite en subscribe. Ik heb een Geodude gevangen. Wie weet hoe ik die heb genoemd? Nou, gooi het erin, man. Captain Block. Captain Block? Block. Gaan we Minecraften? Ja. Cool. Received a nugget. Nice. Ja, mag ik Team Rocket in? Dank u. Please. Please, ik heb toch geen Pikachu, dus please. Ah. Dit vind ik nou jammer. Mensen van Nintendo, remake deze game zodat u ja kan klikken. Van Slash! Dus zou ik zeggen, maar als je Sandslash hebt, ben je gewoon broken. Zo, Slash. Sandslash is broken. Sandslash is fucking nice. Als ik hem kan vangen, vang ik hem ook altijd. Nou, volgens mij langzaam bezig nog maar 9 minuten en ik heb de Nugget Bridge nu al gehaald. Dus we kappen de part niet af, want dat is gewoon flauw. Moet je eigenlijk even commercieel hebben? Nee. Oh. Ik ga even een paar dingen fixen. Even kijken, heb je nog ballen? Ja, ik heb 5 ballen. Dat klinkt zo vol. Daarom zei ik het ook. En ik had de Doomfossil gehaald, juist voor Kabuto, in plaats van Hex. Want Kabuto is awesomer dan Omstar. Mhm. Ik denk het geluid er even bij hoor. Oh, Harmer, zit je slecht in elkaar. Oké, dan moeten we even een paar dingen doen. Heel even.
Even doen, even. Someone's PC. Die post ik heel even Pokémon, Muskus. Mm-hmm. Want ik kan dan een nieuwe Pokémon vangen. Mm-hmm. Want op die route had ik niks vangen. En ik kan nog een gratis Pokémon krijgen ook. Nice. Want wil je weten hoe ik aan die Magikarp ben gekomen? Old World. Die ik nog niet heb. Oh. Oh ja, die kan je kopen voor 500. Bingo. Beetje duur voor een Magikarp. Het is een verwijzing naar de anime, hè? Mm-hmm. Gozer. Nu, gozer. Found Team 45. Snatch, denk ik. Snatch bestond nog niet in deze game. Thunder Wave. Thunder Wave. Nou, niet slecht. En nu praten we even met deze gozer, want deze gozer geeft ons iets nice. Ja, is goed. En neem een Charmander. Ik heb gezegd, deze game is zo fucking nice met starters. Charmander, are you kidding me? Ik vergeet die Charmander gewoon op te halen. Who knows? Ik noem hem Flair. Ion. Nee, wat de fuck gebeurde met jouw scherm? Niks. Nou, bij mij was het een groene vaas op een gegeven moment. Maar ja, dat... Oh, hij 10! Hij is level 10, heeft Scratch, Grown Amber. Oh, niet slecht. Godverdomme, gaf die gastetje maar in Fire Red Leaf Green. Nee. En ik ga niet met de grootste vechten, want die grootste kan opzouten. Kom op, geef mij Pokémon. Geef mij een mooi Pokémon. Alsjeblieft. Je had het eigenlijk randomizer Nuzlocke voor moeten maken. Oeh, Ardish. Ga je het nog trouwens met dubleer dingen doen? Ik doe duplicate. Ik doe met duplosje. Ja. Anders is geen zak aan. Anders heb ik alleen maar ratatas in mijn team of zo, dus dat doe ik ook niet. Mm-hmm. En dit is ook de reden waarom ik eerst Flare had gekregen, omdat de Pokémon zie je ongeveer level 10, 12 zijn, dus dat maakt het vangen wat makkelijker. Maar ik ga denk ik niet Flare gebruiken, tenzij ik geen Pokémon meer voor heb. Ja, true. Want als het zo flauw, dan heb je een overpowered Charizard. Mm-hmm. Is wel makkelijk. Zou ik gewoon Ember op gooien? Ja, dan ben je kwaad. Ja, dat is een nadeel. Ik zal gewoon nu een paar keer Scratch doen en... Oké, pleur er maar een Ember overheen, want dit duurt te lang. Ja. Toch niet. Als hij in één keer dood is, dan is het lullig, maar ja. Zo even. En nu... In dat opzicht ben ik net zoals Maryland. Waarom pleur je nou op de speedknop erop? Fuck it. Sleep power. Gaan we heden stel doen, even. Nee, ik dacht meer Maryland. Omdat je deze gewoon een soort van debuff is met stun spore, confusion, al die shit. Ja, maar ik bedoel maar van heden doet deze stel ook. Gewoon speedknop erop taal als het al lang duurt. Ja, true. Ardish was kaat. Alright, Ardish was kaat. Groshaar moet je hem noemen. Nee, ik heb een betere naam voor hem. Groshaar, what the fuck, man. Ja, je naam is echt. Ja, je naam is echt raar, of niet? Hey, als ik een Ardish vang, noem ik hem gewoon Ras. Ambros. Ambrosini? Ambrosium. Oh. Wat dat dan zijn? Lees je nooit kranten? Nee. Ambrosium, bepaald soort onkruid. Zorgt voor veel hoogkoorts en is bekend vanwege zijn spreiden van vele sporen. En nice. Spollen. En wat doet Gloom en Fireploom? Ja, die pleuren die dingen eruit, hè? Daarom. Ik dacht al, waarom loop je godsnaam naar rechts? Dag luffen. Oké. Waarom dag luffen? Flair gaat weg. Maar waarom dag luffen? YOLO. Zie je Captain Block. What the fuck? Muskus? Muskus. Muskus is mijn Raticate. Ik vergeet nu... Oh ja, ik vergeet die namen. Boeien. Nice. Merp. En als je goed kijkt, zie je iets leuks. We kunnen hier niet in. Terwijl normaal wel kon. Oh god. Dus we moeten die route eerst afmaken. Je moet naar Bill. Nice. Maar dan moet ook volgens mij gewoon in Fire at Leaf Green om verder te komen en bij Red and Blue. Ja, omdat je een ticket krijgt to de SSN. Ja, krijg je dat hier ook? Ja, volgens mij wel.
Ja, ik heb de game nooit zo kunnen gespeeld, dus ik weet het niet. Ja, ik weet niet of dit... Is dit een andere route misschien... of niet? Volgens mij zal niet. Ze, lopen ze een beetje rond? Je krijgt dat ding niet, hoor. Je krijgt niet zo'n pop-up. Maar ik heb geen idee. Volgens mij is het wel een andere route, omdat het bovenin staat. Ik heb ook geen townmap gehad, want ik ben daar te skeer voor. Laat eens even kijken. Echt waar. Moet ik het voor je opzoeken? Graag. Even kijken. En ik kill met slash gewoon Geodudes. Het klopt niet. Even kijken. Het is naar de Nugget Bridge, hè? Ja, wacht even, wacht even. Dat kleine uitsteksel. Ja, ik weet hoe het werkt, hoor. Ja? Ik weet wel wat meer van Pokémon af dan, ja, meerdere andere mensen. Dag al, je weet voor mij niet... Ik weet denk ik net iets meer dan jou. En ik heb Seismic Toss gevonden, mooi. Zo handig, Mr. Bison krijgt echt Seismic Toss. Even kijken. Ah ja, ik heb hem volgens mij. Als ik ook de routenummers erbij kan krijgen, misschien. God. GG. Praat over GG. Gaunt is nu al level 24. Hoe heet het? Numbers. Nou, verras me. Ja, wacht even dan. Ja, nu krijg ik gewoon een kaart van een plek waar van weg niet stond. Tik alsjeblieft gewoon in route 21 en route 22. Yellow. Godver. Zo, ik heb al van beeld ding gekregen. Het is een nieuwe route. Het is een nieuwe route? Route 9 is het. Oh, wacht. Nee, ja, het is een nieuwe route. Route 24, route 25. Als je naar rechts loopt, is het route 25. Oké, okay, is goed. Dank u. Dus we kunnen meteen een nieuw vriendje vangen. Nice. En ik gooi gewoon de speedknop erop. Maakt het ding makkelijk. Dupclass. We hebben een Oddish. Dupclass. We hebben nou een Pidgey. Ja, maar... Het nummer is 3. En deze moet ik dan gaan vangen. GG. Nou, burn die hop. Slash die hop. Of weet ik veel ja, wat. Ik ga niet nog een Oddish vangen, dat is bullshit. Als het gold ja, was kan, wel... kan handig zijn. Als het gold was, had ik hem wel gevangen, moet je dan tenminste nog een Pelosum kan krijgen. Dus een beetje verandering. Hm. Ik hoor een fucking kerkklok bij jou, wat klopt daar niet aan? Ja, het is 8 uur s'avonds. Ah, true. En nu... Oh ja, even deze grootste keer, want volgens mij kan je nog een Pokémon vangen. Kan je nog een Stardew krijgen, maar ik kan het mis hebben. Kobelslap ook. Ja. Maar ik kan het mis. Want ik dacht, voor mij kan je een Sloop ook vangen. Ja. Hoe ga je... Je hebt een vier Pokémon, hè? Ah, ja, ik heb Punctum. By the way... Ja, maar... Ja. Ik zal nog een ding laten zien. We moeten weer een Pokémon depositen. En dan doen we dat. En dan ben ik klaar met de part voor vandaag. Ik denk dat de part 20 minuten onderhand bijna is. Dus... Ja, goed gegokt. Je gaat hierin. Dit is op zich een hele goede tactiek. Hello, I take care of injured Pokémon. And nurse is probably back to health. Are you kidding me? Yeah. Are you kidding me? Ik had de Bulbasaur. Godverdomme. Zo makkelijk kan je denken. Zal ik Yellow gaan wedlokken? Nee, dit doen we niet. Ik ben aan het nadenken, man. Laat me. Lilypad. Zeker.
Lily Vara. Lily Vara, wat? Ik wil dat Lily Farana tikken, maar dat lukt niet echt. Faal. Oké, okay, nou. Nu wel twee starters en één part. Wauw. GG, man. GG. En wat... Je kon hem net zo goed een nieuwe naam geven. Hoe heet ze ook alweer? Even twee tellen hoor, voordat je de part beëindigt. Hoe heet die Pokémon? Venusaur? Nee. Meganium? Zaten. Valabebe. Wat je moet er noemen. Waarom? I don't know. Don't ask me. En met dat mijn eigen part voor vandaag. Ik hoop dat je genoten hebt en ik zie jullie de volgende keer weer. Doei. Dat is het.